Vandaag gaan we het hebben over de 26-jarige doodgeschoten artiest Biggie Dagu, die bekend stond onder zijn echte naam Denzel Silsos. De artiest is vroeg op de dag van zondag doodgeschoten in Amsterdam. De politie is nog druk bezig met het doorlopende onderzoek om te kunnen achterhalen wat er nou echt precies is gebeurd op de dag van zondag. En wie de schutter was die de artiest heeft doodgeschoten, daar is nu momenteel nog geen informatie over losgegeven door de politie. De artiest werd al eerder onder vuur genomen, en dat was terug in 2020. En Biggie Dagu kwam er toen met veel geluk mee weg nadat de artiest een schietpartij had overleefd in Amsterdam-Zuid. Alleen dit keer liep het verhaal anders af voor de artiest en is zijn leven weggenomen door kogels. Biggie Dagu werd in de ochtend van 5:30 doodgeschoten en dit was op het bedrijventerrein Ronneweg bij Amsterdam-Sloterdijk. En Denzel Silsos had toen een feestlocatie bezocht samen met zijn vrienden nadat Biggie Dagu het feest had verlaten en naar buiten ging. Werd de artiest beschoten door meerdere kogels buiten op een parkeerplaats bij het feest. De politie en ambulancebroeders probeerden de doodgeschoten artiest nog te reanimeren. Alleen dit mocht niet baten voor Biggie Dagu. De artiest is kort hierna naar het ziekenhuis overgebracht. Alleen de artsen konden toen niks meer voor hem betekenen, want zijn verwondingen waren te ernstig. En na een paar minuten later is de artiest in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. En de muziekwereld van Nederland is hard geschrokken en staat erbij stil dat de artiest is doodgeschoten en er niet meer is. Het nieuws kwam bij iedereen hard aan en vooral bij zijn vrienden en familieleden. Maar vooral nog harder bij de moeder van Biggie Dagu. De artiest was volgens zijn moeder Mariska echt een grote lieve teddybeer, die altijd lief was voor zijn moeder en zijn moeder altijd steunde met alles wat ze deed in haar leven. Dit kwam echt hard aan voor Biggie Dagu, zijn moeder. En de politie liet eerder al weten dat er 8 hulzen waren gevonden op de parkeerplaats. De politie kan niet meer informatie geven, omdat het onderzoek nog loopt en er is nu nog niet echt veel helderheid in de zaak. En de artiest stond zelf ook op de lijst van de politie en het Openbaar Ministerie van Nederland had in 2023 een celstraf van 4 jaar opgelegd tegen Biggie Dagu, omdat hij toen aanwezig was tijdens de ontvoering van rapper Kobus L. De mannen van Zone 6 kregen verschillende gevangenisstraffen opgelegd van 4 tot 7 jaar en wachten nog steeds hun straf af van de rechter die opnieuw zal toespreken. En Joey AK zit momenteel nog steeds vast sinds de ontvoering van Kobus L. En omdat hij leiding gaf aan zijn groep Zone 6 en Biggie Dagu werd met vervroeging vrijgelaten onder bepaalde voorwaarden. En op 8 maart zal de rechter een nieuwe uitspraak doen in de zaak en dan zal duidelijk worden hoe lang bepaalde leden van Zone 6 zullen verdwijnen achter de tralies. En de artiest liet al eerder weten toen hij op vakantie was in Thailand onder zijn foto "You gotta enjoy life, tomorrow is not promised." Biggie Dagu gaf hier al aan dat je echt moet genieten van het leven, want de tijd van morgen is niet beloofd en daar heeft hij ook gelijk in gehad. En de moeder van de doodgeschoten artiest sprak zichzelf ook open nadat zij te horen kreeg via het nieuws dat haar jongste zoon Denzel was doodgeschoten. En het is heftig voor de moeder van de artiest en dat een moeder dit ook nog moet meemaken, doet natuurlijk erg pijn van binnen. De moeder reageerde en zei toen: "Met heel veel pijn en verdriet wil ik mededelen dat mijn jongste zoon Denzel van morgen is overleden. Mijn grootste angst is werkelijkheid geworden. Mijn lieverd die altijd voor mij klaar stond, mijn beertje waar ik lekker mee kon knuffelen, is er niet meer. Rust in vrede mijn mooie zoon, mijn hart doet vreselijk pijn." Aldus de moeder van de doodgeschoten artiest Biggie Dagu. De moeder van de artiest is er helemaal kapot van en mist haar jongste zoon natuurlijk super erg. Mariska liet al eerder weten in een interview dat haar zoon moest uitkijken met wat hij zegt, want alles waar je over gaat rappen, komt uit. En dit zei de moeder van de artiest al in het jaar 2020, tijdens een interview met het nieuws NH Nieuws. In 2020 is de artiest al eerder neergeschoten en hield daar een grote plek aan over op zijn buik en had het toen nog net op het nippertje overleefd. En gelijk de volgende dag werd de woning van zijn moeder doorzeefd met meerdere kogels door een onbekende schutter, die toen de zoon van haar verder wilde afknallen buiten haar woning. Alleen Biggie Dagu was toen niet aanwezig bij de woning van zijn moeder. De moeder van de doodgeschoten artiest had toen op dat moment zelf ook veel geluk gehad dat ze niet was geraakt door een afgeschoten kogel. En over het internet gaan er geruchten rond dat artiest Bof Plays van muzieklabel Boats Music achter de dood van Biggie Dagu zou zitten. En als hij dat niet was geweest, dan zou Bof Plays iemand van zijn team hebben gestuurd om dit klusje te klaren. Denken jullie dat de label genaamd Boats Music hier iets mee te maken heeft?
Alleen volgens bepaalde andere bronnen is Bof Place zelf ook helemaal niet de schutter geweest. En zou Bof Place momenteel nog steeds vastzitten in de gevangenis ergens in Spanje met een gekke psychose. En Bof Place heeft al sinds het begin problemen met zichzelf en kan ook niet meer normaal functioneren volgens de kranten. Maar Dennis K., zoals Bof Place echt heet, staat er ook verdacht van dat hij zijn eigen 61-jarige moeder zou hebben omgebracht. Zijn moeder werd op een gegeven moment dood aangetroffen in een appartement in Spanje, waar Bof Place ook aanwezig zou zijn geweest. De kranten in het warme Spaanse land staan er nog steeds van vol, net zoals er valt te lezen in Nederland. En de echte schutter is nog steeds spoorloos verdwenen sinds de dood van Biggie Dagu. Er blijven veel vragen wie nou echt de schutter is, en sinds de dood van de artiest komen er echt te veel verschillende verhalen. We zullen het toch nog even moeten afwachten tot er iets meer duidelijkheid komt. En de doodgeschoten artiest was geen onbekende van de drugswereld, volgens het Openbaar Ministerie. En naast zijn muziekcarrière zou de artiest met zijn groep Zone 6 ook actief zijn geraakt in de cocaïnehandel. En artiest Joey AK is de overheid ook nog een forse bedrag van 5 ton schuldig. Omdat Joey AK zijn geld zou hebben gemaakt met drugsgeld, wat hij heeft verdiend in de handel van de drugswereld. En volgens het Openbaar Ministerie was Biggie Dagu destijds ook actief in deze wereld, want al zijn geld kwam niet alleen maar van zijn gelukte muziekcarrière, er zou ook geld tussen zitten van drugsgeld. Het blijft nog onduidelijk uit welke hoek de schutter kwam. Het zou kunnen gaan om een afrekening of het zou kunnen gaan om drugs. Waar de artiest zichzelf in zou hebben verwikkeld, dit is nog niet duidelijk. Alleen wat wel duidelijk is, is dat Biggie Dagu zelf ook geen lieve jongen is geweest. En Biggie Dagu werd al in 2021 aangehouden vanwege wapenbezit en moest toen een tijdje naar binnen. Nadat hij werd betrapt door de politie met een vuurwapen, en toen ging Biggie Dagu voor een paar maanden naar binnen in de gevangenis. En Biggie Dagu liet zelf ook vaak weten in zijn video's en in zijn videoclips dat hij clips had. En daarmee bedoelt hij kogels om los te laten voor haters. Biggie Dagu had genoeg haters en dat wist de artiest ook en was zich hier dan ook van bewust. Alleen dat hij zondag zou worden doodgeschoten, had de artiest nooit verwacht en daarom liet de artiest al eerder weten onder een foto. Je moet genieten van het leven, want morgen is niet beloofd. Veel andere leden van de groep onder de naam Zone 6 lieten zich ook los met een bijpassende foto op hun Instagram-account. De dood van Denzel Silsos kwam echt onverwachts en laat gelijk duidelijk weten. Als je in de wereld zit van dit soort artiesten, het leven snel voorbij kan zijn. En op het internet gaan er al veel geruchten rond dat het een afrekening zou zijn van een andere groep. En dat de artiest al een paar dagen goed in de gaten werd gehouden, voordat hij werd doodgeschoten na een feest die hij had bezocht in Amsterdam. En op het platform van Telegram, Instagram, Snapchat en TikTok laten gebruikers zich ook los over het feit dat de artiest is doodgeschoten. De meeste mensen reageerden toen in de comments met reacties zoals: Joey AK gaat de schutter pakken, Zone 6 gaat mannen vouwen, wacht maar totdat Joey AK vrijkomt. Dan is het afgelopen en dan zal de schutter af worden gemaakt, die ervoor heeft gezorgd dat Denzel Silsos er nu niet meer is. Alleen Joey AK zal voorlopig nog wel vast blijven zitten en zal niet snel meer zijn voet buiten de deur van de gevangenis kunnen zetten. En de nieuwe eis na 8 maart zal het er ook niet op beter maken. En dat weet Joey AK ook en hij zal er dus niet raar van opkijken. Als zijn straf extra wordt verlengd, de andere leden van de groep zullen ook op 8 maart hun definitieve straf te horen krijgen in de rechtbank van Amsterdam. En wat precies de reden van de moord op Biggie Dagu was, blijft nog onduidelijk zoals ik al eerder liet weten. Hier zal waarschijnlijk zo snel mogelijk nieuwe informatie naar buiten komen. Op het internet zijn er nog wel verschillende beelden te zien. Hoe de artiest wordt gereanimeerd door de politie. En Biggie Dagu was nog maar jong en had nog een heel leven voor zich. Dit keer was het echt voorbij voor de artiest en zal zijn moeder de rest van haar leven moeten leven met veel vragen en pijn omdat haar jongste zoon Denzel er nu pijnlijk genoeg niet meer is. Dit is echt de grootste nachtmerrie van elke moeder. In deze wereld gelden er geen regels en worden er wapens getrokken zodra het moet gebeuren om een tegenstander uit te schakelen. En het is vreselijk dat er weer een andere bekende jonge artiest is doodgeschoten. En hopelijk zullen veel artiesten en nieuwe opkomende artiesten hiervan leren dat het straatleven en gangsters zijn, veel regels met zich meebrengt en dat het soms anders kan aflopen in het leven met de dood als gevolg. En hoe kijken jullie hier eigenlijk tegenaan na de dood van de artiest? En waarom moest Biggie Dagu dood worden geschoten? En wie zou nou echt de schutter zijn die de dood van de artiest op zijn geweten heeft? En daar hoeven we niet te lang meer over na te denken, want er is nu meer informatie losgegeven door de politie. En denken jullie dat de groep van Joey AK genaamd Zone 6 nu iets zal gaan doen na de dood van hun doodgeschoten teamlid Biggie Dagu? En zal
er nu echt oorlog komen in Amsterdam zoals de meeste fans loslaten op social media. En Jay Koppig van Zone 6 liet nog wel even iets duidelijk weten via zijn snap en hij zei toen, zegt Biggie geen stress, als ik die man zie dan schiet ik die hele clip leeg. Alleen hier zal Jay Koppig nog mee moeten wachten als hij dat echt zou willen doen, en dit liet de artiest duidelijk weten via zijn snap-account. Want het AD, nu.nl en het Parool lieten weten in een geschreven artikel dat er een 20-jarige verdachte Amsterdammer is aangehouden voor de moord op de doodgeschoten artiest Biggie Daggoo. De verdachte zal zo snel mogelijk vanaf Parijs worden overgebracht naar Nederland om hier te worden berecht voor zijn daad. En wat is jullie reactie na de dood van Biggie Daggoo? En hoe denken jullie hier eigenlijk over? Rust in vrede Biggie Daggoo. Biggie Daggoo is 26 jaar geworden. En vergeet ook niet om te abonneren op mijn kanaal. En bedankt voor het kijken naar de video.